Ja, ik heb beslissing genomen om na het seizoen afscheid te nemen van Ajax, maar überhaupt van het van mijn carrière, van mijn profvoetbal. Ik word 30 in april. En ja, op een gegeven moment is het wel mooi geweest. En dat gevoel, dat had ik heel erg in de winterstop. En vorig jaar liep ik al een klein beetje daartegen aan. En ik merk gewoon wel dat het lijf wat minder aan het worden is. En ik merk dat ik me niet altijd meer kan inzetten zoals ik graag zou willen. En ik wil eigenlijk nog wel gewoon goed afsluiten. En daarom heb ik besloten om het na dit jaar te doen. Het is veel meer dan alleen mijn sport. Dit is mijn leven, dit is wie ik ben. En ja, om dat achter me te laten, dat is heel spannend. Maar dat biedt ook alweer heel veel perspectief. Dat heeft me ook gemaakt in wie ik ben. Ik heb een mooie opleiding. En ja, het biedt allemaal ook weer perspectief. Hier weer Soraya Verhoeven. 1 assist al achter de naam dus. En hier komt de tweede, want het is Lois Schenkel. Tot vorig seizoen Lois Oudemast. Die Ajax op 3-1 zet. Ajax was mijn, als klein meisje was dat mijn, mijn droomclub. En ja, op het moment dat ik hier kon voetballen, was de keuze snel gemaakt. Maar nu, na 5 jaar Ajax, is het definitief dat ik volgend jaar geen profvoetballer ben. Voorzet. Hij is die Bakker. Oudemast. Oudemast schiet. Oudemast scoort. Wat een invalbeurt. Nou, toen ik hier kwam, was ik geen kartrekker, was ik gewoon was ik onderdeel van het hele team en moest ik me bewijzen. Goeie paas. Lois Oudemast, wat een schitterende poging. Ik heb in de jaren daarna denk ik wel mijn waarde bewezen. Dat ik uiteindelijk kwam, de eerste week eigenlijk als wisselspeelster en dat ik uiteindelijk eindig als captain van zo'n fantastische club. Ja, kan ik eigenlijk alleen maar trots op zijn. Oudemast, mooie bal. En dan het doelpunt van Van der Bichelaar. Een doelpunt uit het boekje. De eerste kampioenschap voor de Ajax vrouwen. In combinatie met de beker natuurlijk was fantastisch. De honger naar succes was zo groot. We hadden het jaar ervoor hebben we het verspeeld. Dat was heel pijnlijk. Maar des te mooier voelde dat jaar erop dat we het wel geflikt hadden. En, ook zeer overtuigend. Nou ja, de eerste was Daphne de captain en ik haar assistent. En het tweede jaar ja, was ik natuurlijk de captain. En ik moet wel zeggen, samen met Desiree van Leunteren. Ja, dat was, het is fantastisch om die schaal mocht te pakken. Wij zijn kampioen! Ik heb er ook gewoon bijna geen woorden voor. Het is gewoon zo mooi om te zien en iedereen is zo blij. En ja, dit zo samen mee te maken en dan ja, die schaal omhoog te houden. Dat, ik ben er echt geen woorden van. Ik ga echt iedereen missen. Van, ja, ik kan het niet eens benoemen. De staf, speelsters, iedereen die met ons werkt, iedereen die om ons geeft, de fans. Niet te vergeten, ja, eigenlijk ga ik het hele plaatje missen. Maar wat ik zei, er komt vast nog iets moois. Nou, fysiek gaat het nu eigenlijk heel erg goed. Ik heb vorige week weer een half uur gespeeld. En dan ben je zo dankbaar dat je mag spelen. Want het is zo'n fantastisch spelletje. En ja, ik hoop dat er nog mooie maanden aan komen. We gaan er alles aan doen om hier nog een prijs binnen te halen. En ik denk dat we op de goede weg zijn. Dus als ik afstand mag nemen met een prijs op dit veld, dan nou, lijkt me een heel mooi afscheid. En dit is een prachtig plaatje. De vrouwen van Ajax. Na het landskampioenschap, nu ook bekerwinnaar in het seizoen 2017-2018.